allemaal, hoe is het? Leuk dat jullie kijken. Vandaag zijn we in Ravelijn en op 2 april, vandaag dus, begint een nieuwe show. Ik heb er heel veel zin in, kom maar mee. Zodat jullie ons, als de tijd daar is, kunnen beschermen.
beste vechters en instructeurs van het graafschap. Eerst zullen ze jullie alle vaardigheden van het paardrijden leren. Behendig zijn. Laat eens zien of jullie ook dapper genoeg zijn om de kracht en snelheid van jullie paarden te testen. Zwaardvechten.
En belangrijker nog, jullie begrijpen de basis. Kracht en moed zijn niets waard zonder vertrouwen en samenwerking. Jullie hebben ook ieder een eigen wapen. Alleen jullie, de 5 uitverkoren ruiters, kunnen deze bedienen. Elk wapen staat voor een element en geeft jullie je eigen unieke kracht. Emma, jij hebt de metalen schijf. IJzer heeft voor jou geen geheimen. Maurits, jouw element is hout. Jouw magische kruisboog mist nooit zijn doel en is zo sterk als de wortels van een boom. Lisa, jouw gewelfde zwaardschel kent geen gelijke. Het geeft je macht over water. Thomas, jij bent de vurige ruiter. Met dit zwaard beheers je het vuur en kun je de eenheid van de elementen leiden. Joost, jij ontvangt de dubbele dolk. Met dit wapen kun je de aarde laten beven. Kikken! Wakker worden, grote hagedis! Wat heb je gedaan, jonge dwaas? Je hebt het kwaad gewekt. Vervloekte vogel. Dit is een slecht voorteken. In vergelijking met mij stel je helemaal niets voor. Wachters, sluit haar op. Zijn niet opgewassen tegen mijn macht. Jullie ook maar iets kunnen doen tegen mijn macht.
Ik zal er met mijn Draconicon alles aan doen om Ravalijn in mijn macht te houden. Vlucht, voor het te laat is. Arme dwazen. Dank je wel voor het vertrouwen.
Je kunt altijd op ons rekenen. Wel thuis, vrienden van Ravelijn. Van Ravelijn. Ik vond het leuker dan de vorige show, want er zat veel meer variatie in. Je had natuurlijk de ridders die dan zwaardgevechten gingen doen en de stunts op paard, dat vond ik wel heel erg tof. En natuurlijk ook nog daarna dat gevecht met het kwaad, dat was ook wel heel erg mooi om te zien. Dus al met al vond ik het een goede show. Dit was mijn video, ik hoop dat je het leuk vindt. Geef het een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, helpt me ontzettend. Tot de volgende video.